Wie? Als ik normaal gesproken iets vertel over gestaltherapie, dan doe ik dat altijd in een intake aan de hand van het contact wat ik met je heb. En dan zal ik daarop aansluiten om iets te vertellen over wat is nou gestaltherapie. Omdat het vooral gaat over belevingen in het hier en nu en ervarend leren. Dus het betekent dat ik uitga van wat ervaar je op dit moment of wat is er op de voorgrond op dit moment. Wat ook belangrijk is in de gestaltherapie is dat we een holistisch kijken naar mensen. Dus dat we kijken naar het geheel van de mens. Dus dat wat je fysiek ervaart net zo belangrijk is als wat je denkt, als wat je emotioneel voelt, als... Dus je zou kunnen zeggen het gaat om lichaam, geest, ziel, emoties. Dat is allemaal belangrijk. En dat geheel, dat ben jij en die onderdelen hebben met elkaar te maken. Een van de belangrijkste dingen, zowel in individuele therapie als in groepstherapie, is dat je je bewust wordt van wie je bent en wat je doet en hoe je reageert. We noemen dat awareness en ze zeggen ook wel eens self-awareness. Voor mij is gestaltherapie vooral ervarend leren. Je kunt het niet uit een boekje leren, of een heel dik boek misschien nog niet eens. Het is net als met op reis gaan. Zo deden wij een experiment een paar jaar geleden en voeren met onze boltjalk naar en door Frankrijk. Natuurlijk keken we van tevoren op de kaart en dat is de voorbereiding. En in ons hoofd maakten we al voorstellingen van hoe dat allemaal zou zijn. Maar als we daar dan zijn, dan is het een totaal andere werkelijkheid. Op de kaart zie je een dunne blauwe streep. En dat blijkt een grote rivier, de Rhône of de Saône bijvoorbeeld. Met torenhoge sluizen. Afgewisseld later weer met kleine kanaaltjes. Als een soort waterlanen met kleine pittoreske sluisjes. Als je daar dan vaart, dan ervaar je al je zintuigen. En je ruikt de bloemen, de planten. Je hoort het water, het geraas van de motor. Je ziet alle kleuren om je heen. Je proeft de landwijn. Eigenlijk alle zintuigen worden dan geprikkeld. Maar dat niet alleen. Het is ook dat alle gevoelens worden geraakt. Je innerlijke gevoelens, diepste gevoelens, worden aangeraakt. En dat is eigenlijk dan ook het werkelijke doel van de reis geworden. Nou, zo is het ook eigenlijk in gestaltherapie. Je kunt het wel voorbereiden, je kunt wel een boek lezen, maar als je de ervaring in gaat, dan blijft er een totaal andere werkelijkheid. Die werkelijkheid waarin je niet weet wat je tegenkomt. Je weet ongeveer de route als op een kaart, maar je weet niet wat je tegenkomt. Ook als je in groepstherapie gaat, ja, wat kom je tegen? Je weet niet wie je groepsgenoten zijn, maar vooral wat maakt het eigenlijk allemaal bij jezelf los? En dat is het werkelijke doel van je reis in gestaltherapie. Een van de dingen in gestaltherapie waar we veel mee werken en veel aandacht aan besteden, is projectie en projecteren op anderen, als wel op je omgeving, als wel op wat je van binnen voelt.
gisteren was het een zonovergoten zondag. En toen zag ik bij het meer een meisje met mooie lange haren in haar eentje zitten. Met de voeten zo'n beetje spelend in het water. En ik was me ervan bewust dat ik daar bijvoorbeeld projecties op had. Dat ik dacht van, goh, de meisje zit er helemaal alleen en ziet er een beetje triest uit. Ze is vast heel verdrietig. Wat zou er nou gebeurd zijn? En toen was ik me tegelijkertijd bewust van dat het mijn projecties zijn. En dat als we hier met 10 mensen zouden staan, dat iedereen zijn eigen projecties zou hebben. Het zou ook kunnen dat je zegt van, goh, dat meisje durft wel, zeg. Die wil graag gewoon alleen aan het water zitten en dat doet ze gewoon. Dat is een andere projectie. Ik kan het hier en nu principe waar wij mee werken niet beter uitleggen dan het jezelf te laten ervaren. Als je het echt wilt ervaren, kun je het beste je ogen dicht doen en dan later nog eens naar het filmpje kijken en de beelden die je dan gemist hebt. Probeer eens een poosje zinnen te formuleren over de dingen waar jij je op dit moment bewust van bent. Begin elke zin met nu of op dit moment. Ga eens na of de dingen die actueel zijn voor jou, zich ook afspelen op de plaats waar jij je nu bevindt. Dit kun je bereiken door de nadruk te leggen op het woord hier. Gestalt heeft voor mijn leven betekend dat ik meer geluksmomenten ervaar en ook momenten van verdriet, angst en pijn. Het leven heeft meer kleur gekregen. Alle kleuren en meer contrast. Ik heb zelf het stuur in handen. Maar